Ja, dat is wel. Wie goed er een keer recht te staan en uitleggen hoe dat de potink griet doet. Door hem is er geen over gezongen. Dat was hier van de desserts waar altijd over gezongen heeft. Wie kant steekt de hand op? Niemand die weet wat dat potink is? Za, stel de rechte kind. Stel de rechte. Wat moet er allemaal in potink? Abruut. Ja. Peperkoeken. Ja. Rum. Rum. Ja. En rozanen kun je die nog in nemen. Ah, voilà. Dat is niet verplicht, Nomlax. Dat is vrij goed. Met 5 goede punten opschrijven. Moest je 6 cent moeten in het 6e studio. Goed, dat is dus potink. Wie kan er maar uitleggen hoe dat de friet kan doen, griet doet? Klerik, kan je dat niet uitleggen? Ja, probeer een keer. Goed, ik heb proberen. Ja, man. Wie straagt ze dan? Ja. Maar gekapt. Gekapt. Gekapt, twee soorten. Twee soorten gekapt. Oftewel pakte reus gekapt. Ja. Oftewel pakte kalfs gekapt en veerkens gekapt. Vrij goed. Gekapt, dat is gehakt. Het schoon Vlaams. Leert dat woord ook maar. Moet niet alleen de grens kunnen klappen, moet ook schoon Vlaams klappen. Gehakt. Dus, ja, kledig. Dus kletsen door een ei of twee bij. Moeten we daar niet eens de schaal afdoen? Eens de schaal af, maar ja. Dat is er door doen. Eén de pot, hè? Eén de pot. Toen zei de twee kansen, pak de bruut. Dat meevalt of dat tegenvalt. Ja, dat. En goed overslaagd daar, yes. Ja, juist. Hoe kunt u dan weten of dat goed overslaagd is? Wel, het stinkt of niet stinkt. Voilà. Dat is mij veel denken, zo in het leven. Ja. 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 Toen pakte gedru bruut. Ja. Verkruimelde dat. Oftewel pakte chapelure. Ja, mijn essen, chapelure. Ja. Oftewel verkruimelde beschut. Voilà. In het zuid is een meester kook, jongen. En toen doe je een beetje peper en zout bij alle jam. Ja. Verkruimen. En, niet vergeten. Adjun. Adjun ja. En notenmuskoite. Ja. Je kunt niets koken in het gaas zonder notenmuskoite. We gaan het er zo biedt naar over aan. Is dat uitgeteld? Nee. Nee, alleen. En toen begon hij een boel te kneden. Begint een boel te kneden, ja. Totdat dat hoe pakken is. Ja. En toen is de oven neer. En toen is de oven neer. Mijn goede schaal boter. Kijk, omdat je ze goed toch gerecht kent, ook een tip geven, Klerik. Ja. Weet je wat ik moet aan doen? Een tomaten. En dan moet dat schuine nes. Een tomaten in de frikandel doen. En een heel ander soort frikandel doen. En het is vrij lekker. Zeker in de zomer. Als de tomaten goed zijn. En vers zijn. Maar ik weet niet hoe zitten, Klerik. Je krijgt 6 goede punten. Ja. Dat manneke. Ik weet dat vergeten, manneke. Maar je moet er recht staan, dat is niet moeilijk. Ik heb toch het schoolreglement, waar? Hij heeft dat gezegd, man. Ik heb niet goed geluisterd weer, hè? Hij heeft toch gezegd dat hij een oog moest steken. Ja. Hij vergeet dat artiesten het pot moeten doen. Ja, ja. Wij zijn de geestige molenaar. Ja. Klaas is altijd de geestigste als de vuilbak buiten stond. Ja, voor de eerste Gentse feesten staan de vuilbakken niet buiten, maar het zuur op stroot. Een plumetse van Urebieste. Van Urebeke. Wat is dat? Een plumetse. Een druppel. Zit in een soufflé van vuur. Vrij goed. Waar kostte vroeger plumetses drinken? Eet me zeetje. Nog altijd. Want dat niet nu als van Alain. Waarom? Dat is geen mens die het al weet. Want dat is nog altijd dezelfde hebben. Brood is de tuinen. Kokenplanken. Zijn ze zwollen en hebben luisters. Goed. Dieriks. Geregeld. Leg dan een keer uit wat dat is. Weet het niet? Daar zal het natuurlijk wel niet weten, zeker? Daar weet niet goed van de wereld. Barkvlies? Barkvlies. Goed.
Dat is een veel eenvoudiger woord voor, hoor. Spek. Spek. Pas op, spek moet je niet verwarren met spekken. Over spekken gaan we het bieten. Dat is niet klein, spekken. Maar spek, tukur, dat is vlies. En tenslotte, soepierkes. Wie weet er wat dat is? Soepierkes. Kalfswezen. Heel zust manneke. En de die die niet zeggen, gewoon noemde. Dat is van het lekkerste dat er is. Maar je kunt dat niet altijd vinden. En hoe minder, want zijn dan de slachters dan niet meer mogen verkopen. Vanwege de dolle koeienziekte. Wat gooien ze nog allemaal uitvinden? Goed, de woordenschat van het gans is al van de keuken. Hij zal tamelijk goed, maar om hem nog een beetje verruimen, elargeren, dat we zeggen. Ja, het gaat Frans. Maar dat is een ander les. Wat is in het gaans een toffelkliet? Nappen. Een nameloke van Hagen, een nappen. Ga choppen. Hoe zeggen we in het schuilgaans? Ajuin. Wie heb ik door Anjoen uur gezegd? Dat is voorzeker de West-Vlaming. Wordt de gulden dat? Nee. Ah, het zangs. Dat is ook de noek. En we hebben een schuinnoek, ze. Ja. En het gaat zegt Anjoen. We gooien naar de Anjoentjes. Dat is een blijde beers. Vind ik goed. Je hebt misschien al gevoeld dat ik met de A begin, dat is omdat ik met de Z zo eindigen. Verstoor je dat? Dat is het alfabet. Nu valt de Frank. Dus we zitten nu bij de B. Een veelvraat in Schuurvloms. Hoe was dat in het gans? Een boefer. Dat is niet slecht, maar het is verwarring. Want een boefer in het gans, dat is ook een beroepsmilitair. Maar er is een woord dat er absoluut geen vergissingen mee kunnen gebeuren met een B voor veelvraat. Een balvulder. We blijven bij de B. Peer de salami in het gans. Voilà. En waarom eet dat bloemde? Van Boulogne. Van Boulogne. Ja. Boulogne-sur-Mer. Dat ligt aan de zee. Saucisse de Boulogne. Voilà. Saucisse de Boulogne. De Frans is ook al goed. Het kortste gerecht in het gans. Eet wie letters? En dat is een boterham. Hoe was dat in het gans? Een bo. Een bo. Ja. Wil je natuurlijk met drie letters graven? Met wie hoors? Bootje. Tang bij de slachter. Tangen. Slap tangen. En het is druug. Wat is dat? Druugweestje. Vriend goed. We gaan naar de effen. Een sandwich. In het gans. Een flutje. Dat is typisch dan de vijven dat zeggen, want de mannen kennen dat van evenstanders. Die kennen dat van een of andere doemteurgang. En door is een flutje heel iets anders. Wat is een flutje door? Hier geen champagne. Een champagne gloos. Het verschil tussen een vulgloos en een leegloos. Ja. Gehakt, ik heb dat er juist al gezegd. Voor hoe was dat in het gans? Ja. Ja, je moet je niet in je neus zitten. Gekapt zoeken, hè, kamerad? Jan? Een geklupt A. Hoe was dat in het gans? Geklutst. Je hebt dat al even schuurd verzet. Waar eten geen pannenkoeken in gans? Wat eten we? Ietenkoeken. Juist. En waar holen geen kastanjes uit vuur? Kastoenders. Kastoenders uit vier. Een augurk, dat zeggen wij ook niet. Wat zeggen wij het gaas? Een cornichon. En een korst brood, hoe zeggen we dat? Een keuste. Een keuste is goed.
Groot.